Hallo, welkom allemaal weer dat jullie er weer bij zijn bij een nieuwe video review bij idevi.com, de website en het YouTube-kanaal Boordevol Technologie. En ja, ook wel heel wat e-bikes, want deze week kreeg ik opnieuw de kans om als een van de eerste de pre-launch fietsen van de nieuwe Cowboy 4 en 4ST te testen. De Cowboy is toch al wel een e-bike die ik al meermaals besproken heb in verschillende video's op mijn YouTube-kanaal. Ondertussen ben ik ook nog steeds de eigenaar van een Cowboy 3 en blijft hij volgens mijn eigen persoonlijke mening een van de mooiste e-bikes die je momenteel kan kopen. Deze vierde generatie brengt echter een hoop nieuwigheden met zich mee, waaronder een geïntegreerde cockpit, een sterkere motor, draadloos opladen van je smartphone en nog een verbeterde Cowboy app. Helemaal nieuw is trouwens de Cowboy 4ST, het eerste frame met een step-through model, zodat de elektrische fietsen nog toegankelijker worden voor de hele familie. Bovendien is de fiets iets comfortabeler om mee te rijden, omdat hij er gewoon ook rechterop zit. De bovenste buis is bij dit doorstapmodel verdwenen. Het stuur is ook veranderd om een meer relaxte en rechte rijhouding te kunnen bieden. De ST is trouwens met 19,2 kg iets zwaarder dan de 18,9 kg van de Cowboy 4. Beide fietsen hebben 50% meer trekkracht dankzij de laatste nieuwe motortechnologie zonder dat daar versnellingen aan te pas komen. Bergoprijden zou dus nu nog veel vlotter moeten gaan. De batterij is nog steeds verwijderbaar met de sleutel om in huis op te laden en geeft je ook een bereik van zo'n 70 kilometer. Wat ook nog steeds met de Cowboy 3 zo is, dus daar zijn geen echte grote sprongen gemaakt. Maar de Cowboy 3 blijft trouwens ook gewoon in het gamma beschikbaar en is ook wat goedkoper geworden. Bovendien krijg je bij elke fiets nu standaard spatborden bij, die bij de Cowboy 4 nog veel mooier geïntegreerd zijn met het frame. Je moet eigenlijk al goed zoeken bij de Cowboy 4 om vijfjes terug te vinden. De Cowboy app blijft nog steeds het hart van de fiets. Deze zomer zal deze ook een volledige herontworpen versie van de app verschijnen, met een nieuw thuisscherm, een verbeterd navigatiescherm met 3D-weergave en een ritten-dashboard dat je fitnessdata bijhoudt. Er werd ook een element van gamification toegevoegd in de vorm van badges en een scorebord. Cowboy Community biedt dan weer de mogelijkheid om deel te nemen aan heel wat groepsritten in verschillende steden in België en Europa. De Cowboy bevat nu ook een geïntegreerde cockpit met draadloze laadfunctionaliteit als je telefoon dit tenminste ondersteunt. Via een quadlock klik je makkelijk je smartphone vast op het stuur, waarna deze automatisch opgeladen wordt. Zo wordt je smartphone dus het centrale punt van je rijervaring en heb je nog steeds up-to-date informatie. Als je je smartphone nu gewoon in je zak hebt zitten tijdens het rijden, dan zie je nu ook de LED-lichtjes voor batterijindicatie in het midden van je stuur en niet meer op je frame. Dit betekent ook wel dat dit nieuwe stuur nu ook niet zomaar te vervangen is door een ander model, om bijvoorbeeld rechtop te zitten, maar hiervoor zullen we dus moeten kijken naar de Cowboy 4ST en de Cowboy 3, die iets meer opties bieden voor aanpassingen, want die blijft, zoals ik eerder zei, nog steeds te koop, die Cowboy S3. Qua design is de Cowboy 4 echt wel een mooie stap vooruit. De remleidingen zitten nu weggewerkt en de handvaten hebben ook een comfortabeler design gekregen. Bovendien kregen ook de pedalen en remmen een nieuw ontwerp. Je kan je Cowboy 4 optioneel ook voorzien van een bagagerek van 99 euro of een standaard, of een pikkel zoals we wel zeggen, van 29 euro. Wat de kleur betreft kan je kiezen tussen sand, khaki en black. Ik wil wel in de commentaren even weten welke kleur jullie het mooiste vinden. Laat het me even weten. De prijs is met al die updates echter ook wel wat gestegen naar een 2490 euro voor zowel de Cowboy 4 als de Cowboy 4ST. De Cowboy 3 blijft echter zoals eerder gezegd ook gewoon beschikbaar voor een 2190 euro. Als je trouwens gebruik maakt van mijn referral code die nu op je scherm verschijnt en die je ook klikbaar kan terugvinden onderaan deze video, dan krijg je van Cowboy 100 euro korting bij de aankoop van je volgende fiets. Dat is toch altijd mooi meegenomen. Leveringen van de Cowboy 4 en de Cowboy 4ST starten trouwens in september 2021. Maar je kan nu al vooruit bestellen via de website van Cowboy. Gebruik dan ook zeker de link onderaan deze video. Veel rijplezier, Cowboys. Bye.